Als je producten voor je baby koopt, verwacht je dat ze aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen. Ze zijn tenslotte gemaakt voor de meest kwetsbare onder ons. Maar toen Michelle en Lee Yates een pak Pampers kochten voor hun baby Gabrielle, wachtte hen een afschuwelijke verrassing. Hun baby hield maar niet op met huilen en toen Michelle haar luier verschoonde, deed ze een akelige ontdekking. Gabriel Yates kwam te vroeg ter wereld en is, hoewel inmiddels al 5 maanden oud, nog steeds heel klein. Het schattige meisje was het eerste kind van Michelle en Lee Yates, de trotse Britse ouders en dolgelukkig met een baby. Elke ouder is dat natuurlijk, maar te vroeg geboren baby's zijn extra speciaal. Te vroeg geboren worden betekent dat ze in de baarmoeder nog geen kans hebben gehad zich volledig te ontwikkelen. En hun immuunsysteem is vaak nog zwak. Ze moeten met de grootste zorg en aandacht behandeld worden en Michelle en Lee deden precies dat. Tijdens het boodschappen doen in hun plaatselijke Asda-winkel nam Michelle 2 Jumbo-verpakkingen Pampers-luiers mee, want die waren bijna op. Je zou er versteld van staan hoeveel luiers een gemiddelde baby verbruikt. En het is soms een hele inspanning om het bij te houden. Maar tot afschuw van Michelle bleken deze luiers, waarvan ze dacht dat ze veilig zouden zijn voor haar kleine meisje, de oorzaak te zijn van een nachtmerrie voor hun vroeggeborene. Sinds ze met de nieuwe luiers begonnen was, was Gabrielle namelijk erg geïrriteerd en huilde ze veel. Het was haar gewoonte niet. Meestal was ze een vrolijke baby en Michelle en Lee waren ongerust. Wat kon er mis zijn met hun kleine meisje? Ze legden eerst niet het verband met de luiers, want wie zou dat doen? Misschien waren haar tandjes aan het doorkomen. Tandjes krijgen kan heel pijnlijk zijn voor een baby. Iets wat je je waarschijnlijk niet herinnert, maar vraag het maar eens aan je ouders. Ik weet zeker dat je hierdoor ook gehuild hebt. En er is niet meteen een oplossing voor, behalve geduld en troostende verzorging. Elke baby moet er gewoon doorheen. Maar op een ochtend, terwijl ze de luier van Gabrielle verschoonde, merkte Michelle iets vreemds op. Tijdens het verschonen van de luier wreef haar hand tegen iets scherps aan de binnenkant van de luier, het zachte deel dat altijd tegen de meest intieme delen van het kind aan ligt. Het vlekje was niet alleen scherp, maar ook een stuk donkerder dan de zachte witte stof eromheen. Ze bekeek het nader en ontdekte tot haar schrik dat het ding in haar dochters luier een stuk metaal was. Het had grillige randen en zat stevig ingebed in de kern van de luier. Hoe was dit daar terecht kunnen komen? Het zat duidelijk in de luier, vast op zijn plaats en was blijkbaar zo uit de winkel gekomen. Michelle wist meteen waarom haar baby zo humeurig was en bij het bekijken van haar billen zag ze inderdaad een stel rode en pijnlijke schrammen. Het stuk metaal had haar kleine meisje pijn gedaan en daarom was ze overstuur. Maar omdat ze die week al veel gehuild had, kon het niet alleen deze ene luier geweest zijn, dacht Michelle. Dus riep ze naar haar man Lee en samen gingen ze door het hele park Pampers. En inderdaad, er waren nog een heleboel luiers waar ook stukjes metaal en sporen van roest in zaten. Precies in het zachte en pluizige pulpgedeelte dat alle vloeistoffen moet opnemen. Het hoort het zachtste deel van de luier te zijn en stukjes metaal horen daar natuurlijk niet thuis. Zoals Lee, de vader van Gabrielle, zei, het metaal zat precies in de kern van de luier, in het katoen. En het metaal zat in het deel van de luier vlakbij haar intieme zone. Het is gewoon vreselijk. De grillige randen van het metaal waren het meest beangstigend, want die hadden tegen de billen van het meisje geschuurd en duidelijk sporen en krassen achtergelaten. Maar, hoewel het voor hen nog steeds een raadsel was hoe het metaal precies in de luiers terecht was gekomen, wisten ze dat ze dringend moesten weten of hun kind ongedeerd was. Dus brachten de bezorgde ouders haar naar de eerste hulp van een plaatselijke ziekenhuis om een dokter te zien. Ze namen een paar van de luiers mee om te laten zien wat er gebeurd was en de dokter was net zo verbaasd als zij om de stukjes te zien. Hoe waren die terechtgekomen op de laatste plaats die je zou verwachten? Alle stukjes leken op dezelfde plaats in de luier te liggen, alsof ze door een fabrikagefout daar terecht waren gekomen. De luiers waren duidelijk op de een of andere manier aangetast. De billen van Gabriella ondergingen een nauwkeurig onderzoek en, tot grote opluchting van haar ouders, hadden geen metaalstukjes zich in haar huid vastgezet. Ze had heel wat schrammen en snijwonden en, omdat ze een prematuur was, vreesde men dat ze misschien een septicemie had gekregen. Het vuile metaal kon haar bloed besmet hebben en dat zou echt een ernstig probleem zijn voor zo'n kleine baby. Gelukkig was Gabriella daaraan ontkomen en, na behandeling van haar verwondingen, kon ze met haar ouders mee naar huis. Zodra ze de slechte luiers niet meer droeg, was er meteen een verschil merkbaar in het humeur van het kleine meisje.
Ze was weer haar vrolijke kleine zelf, met zachte luiers om haar bibs, van een heel ander merk natuurlijk. Maar thuisgekomen werden Michelle en Lee steeds woedender. Te bedenken dat ze hun dochter de luiers uit dat pakje al een week hadden laten dragen en de overduidelijke pijn die ze hadden ondervonden. Hoeveel andere stukken metaal hadden ze gemist? Ze moesten iets doen en, hoewel ze gerustgesteld waren dat hun dochter nu in orde was en haar niets super ernstigs was overkomen, konden ze het er niet zomaar bij laten. Als eerste namen ze contact op met Procter & Gamble om hen over het voorval te vertellen. Lee legde aan de nieuwszender uit: "We wilden geen schadevergoeding, maar wel weten wat er gebeurd is en iemand aanzetten dit te onderzoeken, de oorzaak laten vaststellen en ervoor zorgen dat geen andere baby's getroffen werden. De volgende keer hebben ze misschien niet zoveel geluk." Het bedrijf schreef hen terug, verontschuldigde zich voor de ongelukkige gebeurtenissen en vermeldde dat ze een uitgebreid onderzoek zijn begonnen. Ze ontdekten dat de stukjes die Michelle en Lee in de pampers van hun dochter vonden inderdaad stukjes metaal waren die uit de machine waren gekomen die ze maakte. De machine was net gestopt voor een onderhoudsbeurt waarbij één stuk was vervangen. De luiers in het pak dat ze gekocht hadden waren de eerste die vlak na de vervanging van de band kwamen en het bleek dat het metaal dat erin zat afkomstig was van het onderdeel dat vervangen was. Het was een erg ongelukkig toeval dat de luiers in de winkels terecht waren gekomen. Ze zeiden dat ze alle andere producten gecontroleerd hadden nadat de machine weer opgestart was, maar geen andere aangetaste luiers gevonden hadden. En dat was het dan. Michelle begreep niet dat de firma geen volledige terugroepactie had aangekondigd of op zijn minst een officiële mededeling over het risico van deze partij op hun website had gezet. Hoe konden ze zeker weten dat er geen andere luiers aangetast waren? En dat terwijl ze op hun website en andere mediakanalen zeggen dat veiligheid hun hoogste prioriteit is. Ze voeren zogenaamd duizenden kwaliteitscontroles uit op elke afzonderlijke productielijn en werken ook samen met gezinnen over de hele wereld die hun producten testen en feedback in real time geven. Welnu, Michelle had niet het gevoel dat ze haar feedback erg serieus hadden genomen. Ze was ook een beetje verbaasd en bedroefd dat de multinational niets aanbood ter compensatie. Zelfs geen terugbetaling van 20 pond voor de pakkenluiers zelf. Eerlijk is eerlijk, ze boden hem wel een rondleiding door de fabriek aan en een donatie aan een goed doel naar keuze, maar Lee en Michelle toonden daar geen belangstelling voor. Vervolgens gingen ze naar Asda, de winkel waar ze de bewuste pampers gekocht hadden. Het bleek dat, nog maar een maand geleden, een andere moeder bij Asda was gaan klagen omdat ze een compleet scheermesje had gevonden in een van de luiers die ze daar gekocht had. Een scheermesje. Maar alweer ondernam de firma, buiten een verontschuldiging, geen andere stappen om te voorkomen dat dit ooit nog zou gebeuren. Dus om toch bekendheid te krijgen, plaatsten Michelle en Lee hun ervaring op Reddit en Facebook, inclusief foto's van de luiers en hun dierbare meisje. Andere mensen waren net zo geschokt als zij over dit alles, vooral andere ouders die het lazen. De berichten gingen viraal en werden vele malen gedeeld. Natuurlijk wekte dit veel ophef rond het voorval en de media reikte Procter & Gamble de hand om een verklaring te bekomen. Eén stel ouders kunnen ze negeren, maar niet het hele mediacircus. De firma verklaarde dat ze de kwestie nog aan het onderzoeken waren en niet al te veel commentaar konden geven. Maar ze hebben Michelle inmiddels gevraagd hen de rest van het pak luiers op te sturen, zodat ze het nader kunnen onderzoeken. Ze zouden met een verklaring terugkomen zodra het onderzoek afgerond was. De belangrijkste reden waarom Gabrielle's ouders meedeelden wat er gebeurd was, was om zoveel mogelijk andere ouders te bereiken. Ze wilden andere ouders waarschuwen, zodat ze niet zomaar blindelings vertrouwen op de producten die ze kopen en vooral de luiers die ze hun kinderen aandoen, zorgvuldig controleren. Ook wilden ze een grondiger onderzoek op gang brengen naar de oorzaak. Blijkbaar was dit niet een eenmalig incident en betekent het dat de huidige veiligheidsprocedures in de fabrieken waar deze babyproducten gemaakt worden niet streng genoeg zijn. De aandacht die het incident op de sociale media kreeg en de verontwaardiging van andere ouders was een opluchting voor Michelle en Lee. Het had ook een keerzijde, want niet iedereen die de berichten zag was even begripvol. Sommigen beschuldigden de ouders er zelfs van de stukjes metaal zelf in de luiers te hebben gestopt, alleen maar om een vergoeding van Procter & Gamble te krijgen. Het idee alleen al. Maar de meeste mensen waren alleen maar bezorgd om de kleine Gabriella en blij dat ze tenminste in orde was. En sommigen meldden zich zelfs met de mededeling dat ze soortgelijke stukjes hadden gevonden in de luiers die ze gekocht hadden. De stukjes waren zo klein dat ze niet meteen te zien waren, dus ze waren dankbaar voor de waarschuwing. Ik denk dat de belangrijkste boodschap hier is dat je niet zomaar blindelings moet vertrouwen op de grote bedrijven waar we zoveel dagelijkse producten van kopen.
Heb jij ooit een slechte ervaring gehad met een of ander voorwerp dat je in een winkel kocht? Hoe loste je dat op? Vertel ons je verhaal in de comments.